Jij bent weer op leeftijd, wat dan? Ja. Vandaag sta ik voor 100 dagen 100 banen in Epe en ben ik IG-verzorgende bij een oudere organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Lonneke. Ik ben Jan-Jaap. En jij bent IG-verzorgende. Ja. Je hebt iets in je hand. Ik heb een jasje voor je, die moet je aan. Waar staat IG-verzorgende voor? Verzorgende individuele gezondheidszorg. Waar gaan we mee beginnen? Het is nog een beetje een puinhoop, dus dat gaan we even opruimen. Oké. Ik zou het been lekker laten liggen als je je ogen dicht doet. Doei doei. Doei. Wat vind je het allerleukste van je werk? Klinkt misschien enorm cliché, maar het is het omgaan met mensen. En dat is geen dag hetzelfde, maar dat vind ik heel erg leuk. Nog dat het je vaak persoonlijk raakt? Maar vooral mensen waar je aan hecht. Mijzelf als persoon, als Jan-Jaap, kan ik niet wegnemen. Nee. Dus soms raakt het me, omdat het gewoon iemand is waar ik van ben gaan houden. Het maakt het ook wel minder lastig, zeg maar, als mensen zelf graag willen. Mensen die gekluisterd zijn aan een stoel, of niet meer goed kunnen zien, of kunnen horen, of voelen. Daarvoor is het voor heel veel mensen heel erg lastig. Ja. Ja. Ja, maar ga je bijvoorbeeld ook ooit met mensen dan lekker naar buiten wandelen of zo? Ja, doen we eigenlijk wel te weinig. Dat zeg ik wel eerlijk. Dat zouden we meer moeten doen. Even een stukje wandelen. Ja. Het is lekker weer, dus... Alles nog klaar? Het is heerlijk buiten. Ja? Ik kom helemaal niet buiten de laatste tijd. Dus goed dat ik iets aan heb. We hebben de sleutel. Ja. Je merkt het door hoe zij in het leven staat. Trekt ze je gewoon naar je toe. Ja. Ook al hoef ik niks bij haar. Ik loop elke dag van de zorg. Als ik er ben, loop ik altijd even naar haar toe. Oh, maar wat wil je voor smaak? Heb je genoeg in de portemonnee zitten? Daar staan we hier voor apen, zegt ze. Dat is 18,95. En dan zeggen we, oh, we hebben maar 8 euro. Ik heb genoeg in. Nou, dankjewel, hè. Ja, IG-verzorgende ben je natuurlijk niet zomaar. Kunnen luisteren, sociaal zijn. Empathie, hard kunnen werken. Pleegkundig onderlegd. En liefde. Ja, liefde. Ja, want dat geef je echt aan de mensen. Dat is heel mooi om te zien. En dat we een ijsje kregen, dat was ook leuk vandaag. Mooi nog, hè? Nee, ik hoef niet nog een ijsje. Wat mij heel erg raakt is dat deze mevrouw mij vertelde van ja, weet je, er komt een dag dat je of er niet meer bent, of je bent net zoals ik als laatste over. En dat zet je wel aan het denken van ja, weet je, op een dag zijn we allemaal oud en wie zorgt er dan voor ons? En dat zijn dus IG-verzorgers zoals Jan-Jaap. En als iedereen voor ons zou zorgen zoals Jan-Jaap dat doet, dan zou ik het in ieder geval een stuk minder eng vinden om oud te worden.